gelijk ook op mijn achterhoofd. Hallo allemaal, wat superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van de Paintball Shootout. In deze serie gaan iedere aflevering 4 jongens tegen 4 meiden strijden door middel van een paintballgevecht. Het spel duurt een half uur en als je vaker dan 10 keer bent geraakt, dan mag je helaas niet meer meespelen in de finale die erna komen gaat. In de finale gaan de overgebleven spelers uit het jongens- en het meidenteam tegen elkaar strijden door middel van een quiz. En wie uiteindelijk de meeste vragen goed heeft beantwoord, wint vandaag. Zijn het de jongens of de meiden? We gaan het zien. Dit zijn de teams. Dus jongens, de meiden en de jongens staan niet tegenover elkaar. Ze hebben geen idee tegen wie ze gaan strijden. Dus jongens, jullie mogen hier blinddoek afdoen in 3, 2, 1. Oh joh, nee joh. Oh my god. Dat is echt niet wat ik had verwacht. Wat de fuck? Kennen jullie elkaar allemaal? Nee. Oh my god. Wat nee? Nee, ik ken hem wel. Ja, hey. Zo, wat een ontmoeting jongens. Jesse, jij had al wel zo'n van. Hij zei dus dat het remix zou zijn. Wie? Nou, jullie zijn bijna compleet. Ja? Ik dacht dat gewoon. Dat Niels jullie ook kennen. Ja, net zo Niels van de hoorde ik iemand een naam zeggen, maar ik weet niet meer wie het zegt. Wie hadden jullie verwacht? Willen jullie dat zeggen? Dat kan ik niet zeggen. Ik heb dat gezegd. Wie dacht jij? Ja, ik dacht gewoon eigenlijk een mengeling. Gewoon van allemaal mensen. Force en space. Ja, dat dacht ik ook. Nou oké, hopelijk zijn jullie blij met de teams. Jullie gaan tegen elkaar strijden in een paintball battle. Op die doorziening. Ja. Ik schrik me dood. Oh. Ik kan niet! Au! Oh my god, au! Au! Oh my god, au! Au, dit is koud over pijn! Ga weg, Mimi! Ah! Rijden! Rijden! Hey, ik zie hem. Waar? Daarachter. Kom, rij. Ah! Kom maar, kom eraan. Oh mijn god, ze zitten allemaal daar. Ah! Ze gaan in een groepje. Ze gaan die kant op. Oh my god. Oh, ze zijn erachter. We moeten lopen, kom. We moeten deze kant op. Gehit! Ik durf niet meer! Oh! We zitten hier echt vast. We moeten hier weg. Ga erin. Kom, we gaan lossen. Kom. Hé, hey, ik zie mensen, kom. Kom. Die kant, terug, ze komen hier eens, kom. We zitten hier, we zijn tweeën. Ik ook.
Ik heb een broer uitgeraakt. Ja, ik ook. Eentje op de reetje. Nee, nee! Hij komt een poesje, poesje. Au, 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 au. Ik vind het echt niet meer leuk. Ik ook niet. Hé, hey, zit er achter die schutting daar. Hé, hey, ik vind het echt een sleur daar, hoor. Ik heb er al 3 geraakt of zo. Ah. Uw pijn. Ah, die fucking veel pijn. Oh, dit doet niet normaal veel pijn. Dit is echt niet gaat hoe dit het kan. Ja, Wiek en ik zijn hier nu. Hier is Mien. Ja, en hier is Wiek. Het doet echt veel pijn, jongens. Het doet echt veel meer pijn dan ik dacht. Kijk, kijk, kijk. Oh, oh my god. Pas op. Oh my god, we werden beschoten. Stop! Ik heb er op de achterhoofd geraakt. Holy shit. Ik word gewoon 5 keer in 1 keer. Ja, het doet echt heel veel pijn soms. Het is echt niet normaal. Kom, even kijken. Ik ben sowieso af, denk ik. Ik ben helemaal blauw. Ik maak echt geen grap. Mijn kont is al 5 keer beschoten. Ik ook. Ik ga zo de blauwe plekken krijgen. Ik moet het gewoon hebben dan. Ik hou nooit, hè? 5 keer mijn kont. Kunnen we gewoon stoppen? Ik ben er echt klaar mee. Ik heb net ook fucking hard gejankt. Ja. Ja, man. Ik vind het wel een beetje zielig, man. Kijk hoeveel pijn ze heeft. Ja. Oh! Lekker, lekker. Ja, dan weet ik tenminste hoe het voelt, hè? Fuck jullie! Oké, jongens, we zijn aangekomen bij die finale. En van de meidenteam zijn er nog maar 2 overgebleven, namelijk Wieke en Roela. En van de jongens, ja, jullie zijn gewoon nog compleet. Jullie hebben het 4 nog over. Dus jullie mogen een beetje aan de kant gaan staan, Mimi en Jess. Want jullie mogen niet met elkaar overleggen. Wij wel, toch? Jullie mogen wel met elkaar overleggen en jullie ook. Ik ga verschillende meerkeuzevragen aan jullie stellen en jullie moeten zo snel mogelijk het antwoord omhoog houden. En degene die dan het snelst het antwoord omhoog heeft gehouden, die punt telt. Oké. Klaar voor? Ja. Yes. Oké, komt-ie. Hoeveel tanden heeft een gewone vork? We beginnen gewoon even rustig. Is dat A, 3, B, 4 of C, 5? Nee, wij waren wel sneller hoor. Oh, je moet ook op tijd. Jullie kunnen het toch niet verliezen, jongens? Nou ja, ik moet zeggen, op zich hadden de meiden het eerder goed, maar op zich ben ik niet blind. En Mimi die fluisterde het antwoord al in. Nee. Dat betekent, die jongens hebben de punt. Nee, maar ik weet toch zelf ook wel dat het ja, maar nee. Ja, maar zeg maar, het spel is dat Mimi en Jess een mond houden. Ja, maar ik hoorde Mimi niet. ja oké. Jammer. Volgende vraag. Hoe noemt een 25-jarig huwelijk? Is dat A, een bronzen bruiloft, B, een zilveren bruiloft of C, een gouden bruiloft? Laat je antwoorden maar zien. Welk antwoord hebben jullie? B. Ja, jullie hebben B. Het is al gezegd. Jullie zijn eerder. Antwoord B is goed. Oké. 12,5, 15. Ik heb geen idee. Ik heb het maar gewoon bedacht. Het is gewoon random, jongens. Oké. De volgende vraag, de derde vraag. Hoeveel jaren ongeluk krijg je als je een spiegel breekt? Is dat A, 7,
B, 50 of C, 100? We zeggen A. A, 7? Nou ja, maar ik blijf achter nog. Ja, dat is goed. Yes. Yes. Wat doen we, man? Vierde vraag. Welke kleur krijgt je gezicht volgens een sterk overdreven verhalen als je ziek, zeeziek bent? Is dat A, geel, B, groen, C, blauw? Voorstel, B. Maar ja, jullie hebben ook... Antwoord B, groen. Jullie hadden ook antwoord B, maar jij zei wat eerder. Antwoord B, groen is goed. Hey, jongens. Maar nee, hey. Nog één vraag. Het is wel lekker spannend, hè? Oh, jongen. Alsjeblieft. Hoeveel zintuigen heeft een mens? A, 5, B, 7. Ja, ja, ja. Sowieso eerder. Wij waren ons eerder. Jullie waren eerder. Ruiken, voelen, proeven. Je hoeft niet eens te zeggen welke, maar wat hadden jullie? Dat is goed! Hey! Ja jongens, dat betekent dat de jongens hebben gewonnen. Op zich al een beetje terecht. Nee, 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 dan wil ik jullie nu bedanken voor het meespelen. Ik vond het superleuk. Ja, ja. Hopelijk vonden jullie het ook leuk. Hopelijk niet te veel pijn gehad. Nee hoor, wij niet. Veel mee. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Doei doei! Doei! Doei.